Gaan we eventjes wachten. A few moments later. Dames en heren, mijn naam is LG en tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Zoals jullie zien, ik sta hier in Cubecraft in de arcade lobby. En ik dacht, laten we weer eens een keer een minigame doen. Nou, daar gaan we dan. Zo, en dan gaan we even een spelletje uitkiezen. Kijk, dat is leuk. Dat is een soort zandloper. Dan moet je zien te overleven. Als jullie de vorige minigame willen zien, dan moet je even terugbladeren tussen de video's. En dan zie je daar heel veel minigames met Brian, mij en nog iemand. Hoe lang gaat het nog doen? Ik ga even kijken. In parcours ben ik wel goed, redelijk. Volgens mij, dit is zelfs nog verder waar ik ooit ben geweest. Nog verder dan ooit ben geweest. Het is gewoon werkelijk een record. Weinig gehaald. Yes! Oh, ik krijg gewoon goede tip. Dus je moet hier proberen om zoveel mogelijk kisten te looten en split into people. Dus je moet ze proberen in een kuil te drijven. Ik ga wel weer naar beneden. Handige tip. Ik ben eigenlijk nooit bij het einde geweest, maar dat zei ik net. Ik denk echt aan zo'n zwerig muziekje die nu op de achtergrond staat. Zo. Over 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's do cool! Als jullie zien, we staan even te wachten, maar zometeen zal het gebeuren. We gaan er allemaal zand naar beneden vallen, volgens mij nu. Ja, kijk, dan moeten we naar de kisten toe gaan. Ah, dat is slim, slim. Kijk, als ik kist. Hoppakee, ik heb hem neer. Apple. Ik ga voor de loot. Maar we zoeken schepjes. Nou wordt een beetje zoeken. Kijk, eerst een kist. Broek. Nou, die hebben we al. Dat is jammer. Daar staat een kist. Ik ga erop af. Ga erop af. Muur. Nee. Af. En hij is gejat voor mijn neus. Volgens mij loopt er iemand achter me aan ook. Ja, kijk. Lava, irritant. Vooral als er monsters zijn. Er zijn al mensen met vol armor, maar ik niet. Dat is ooit jammer. Had ik iets sneller moeten zijn met looten. Oh shit, shit. Nee! Verdorie. Oh, wat? Nee. Lava. Nee. Cold apple. Oh, handig. Ik zit vast. En ik ben dood. Versleutel. En dan gaan we gewoon door met de volgende minigame. Let's go. Even kijken. Capture the flag. Core. Wat is dit eigenlijk allemaal?
Ik vind dit toch wel leuker, volgens mij. Ja, dat is meer battelen. Greenzone, waar zitten mensen in? Hier zitten geen mensen in. Capture the flag dan. A few moments later. Zoals jullie kunnen zien, we zijn weer begonnen. We pakken even een kitje. Die vind ik wel prima. En dan gaan we muurtjes bouwen. Oké. En even de muurtjes zo lekker afdekken. Dan kunnen we er zo overheen jumpen. We gaan het blokje. Zo. Misschien leuk om zo er overheen te kunnen kijken. Zo van. Blokkie. Oh, nou, die gas maakt helemaal dicht. Dan kunnen we zo hier campen. Ik ben zelf niet van het campen, maar. Zo. Dichter. Je weet maar nooit van welke kant ze komen. Nou, dan trap hier zo. Zo. Nou, mijn blokjes zijn op. Jammer. Maar, kijk, daar. Ja, achter deze grote muur zit over 40 seconden tegenstander. Dit is ons kasteel. En daar komt dan kasteel rood, zogenaamd. En dan gaan we battelen. En deze moeten we even weghalen. Zo. Dat kan niet meegenomen worden. Ik weet niet wat dat is, maar oké. 19, 18, 7. Zo. Blokkie. De bron kunnen we makkelijker lopen. Ja, we worden zo naar binnen gezet over 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al leuk. Een stick. Oké, we kregen al, ze kregen al damage. Raar, maar kan. En dan is de bedoeling dat wij een vlag gaan stelen en zo. En erop af. Kom maar jongen, kom maar. Hoppakee. Zijn face. Hier zo. En hij is dood. Nice. Wat? Ik krijg damage ergens van. Ah, flag tegen terug. Ja, een van hun heeft de vlag gepakt. Slim. Speed. Kijk, daar is hij, daar is hij. Ah, verdomme. Lag. Nee. Ah ja, maar ik ben dood. Het zou mooi zijn geweest als ik nu won. Maar helaas. En we zijn weer gespannen. Mooi trappietje gebouwd, dankzij mij. Hey. Ik zie daar een gevecht. Hoppakee. Oh, jump boost. Nee. Oh. Wacht, is dat de onderkant van een kaartspel? Zit het op een kaartspel? Oh, ik weet waar ik ga helpen.
Nee. Waar is die uitgang? Oh hier. Zitten hier. Ze zijn eruit gegaan. Maar wij gaan rechtstreeks al sneller. Daar zijn ze. Ze lopen hier vandoor. Nee. Het gaat niet door. Ze hebben, daar loopt de vlag. Ha! Ah, later. Lol. En twee. En we gaan naar hem toe. Nee. Alweer de vlag gekaapt. Jongen, jongen. We gaan erop af met deze stok. Even 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waarom duurt het echt zo lang met wachten? Hier moet er eentje zitten. Of die gast is al weg, dat kan ook, maar. Nee. Waar is die gast? Is hij dood? Ja, die viel erin. Lol. Hoppakee, twee kills achter elkaar gemaakt. Netjes. Nou, ik ga hem achterna. Leuk dat die gast ook meedeed, maar. Nee, dat is die gast die me net killde. Hij is weer terug. Oké, netjes. Oh, lekker slim. Over een randje lopen. Kijken, bewaken. Mooi, de vlag is terug, gelukkig. Zo. Oké, dat was lag. Nee, rood gaat winnen, jammer. 2, 1, rood wint. What art is happened to me? Don't make me stand. Gedag. Lekker terug naar arcade. Dan gaan we toch gewoon. Pingpong. Rainbow. Eén, twee,
3. Yes, gehaald. Gaan we lekker in de toren. Lekker kingdom gevoel. Gezellig sfeertje. Er staan allemaal mensen beneden. Maar die kunnen het parcours niet halen. En ik wel. Wacht, wat kan je hier beneden doen? Nee, ik kan niet vanaf onderuit. Dat is wel jammer. Moet eerst parcours halen. Ja, oké. Hoppakee. 7 mensen in de lobby. Zo. Nee. Het is een redelijk rustig potje nu, want er zijn best weinig mensen. En Rainbow is een redelijk grote map. Nee, jammer. Het is te snel. 13 mensen voor de snelpotje. Denk ik. Want nee, het gaat best lang duren zelfs. Even kijken. 1, 2, hop. Daar valt hij. Nee, jammer. Oké, wij zijn team paars en wij moeten team oranje zien uit te schakelen. Ja, daar gaan ze. Ren! En wij moeten zien ze dus blijkbaar zien te vermoorden. En dan boven. Hoppakee, die is dood. En ik ben ook blijkbaar dood. Nou. En ik ben weer dood. Oh, één hartje. En er staat iemand achter mij. Oh. Even kijken. Ja, jammer. Het is nog best lastig, maar 1 punt verschil, gelijk, voor. Allemaal geluid op de achtergrond. 2-1, punt. Nee. Was me bijna gelukt. Maar we staan nog wel voor, dat is wel... Ja, voor. Gaan we naar voren. Hop. Dood. Wat? Ja, ik heb hem en hij heeft mij. En we staan nog steeds voor. Lucky. Nog 30 seconden en dan winnen we. 30 seconden. Oh shit. Oranje. In een rustige stand. Konden ze niet even blijven staan? Zo. Dem. No way.
Maar hadden we blijkbaar toch gewonnen. Was allemaal heel gezellig. Maar ik zie jullie de volgende aflevering. En zoals altijd. Bye bye.